Henk, een hele knappe zege, maar ook zwaar bevochten. Laat ik vooropstellen dat we heel blij zijn met die 3 punten inderdaad. Ja. Ja. Wat vond je ervan vandaag? Spannend was het tot het laatste moment? Als je naar onze ploeg kijkt, en gelukkig zijn ze dat allemaal naar elkaar toe, naar zichzelf toe, vond ik het helemaal niks vanavond. We hebben gewonnen en we zijn hartstikke blij met die 3 punten. No, it was not our best match, of course. We need to be honest with ourselves. But when you win, and today we won also with heart, so you need to be proud of your team, because you have all the week to prepare this. Last game we had a very good first half, and we lost the game, you know? So at the end, it's football, you need to take the points. So we are happy. Geen positieve dingen gezien? Ja, je ziet altijd wel positieve dingen. Maar je kijkt altijd naar, het moet wel, laat ik het zo zeggen, die moeten wel overheersen. En dat was vanavond niet het geval. Waar lag het aan, denk jij? Kijk, Vitesse, deze spelers, die willen heel graag in een bepaalde speelwijze spelen. En dat is aan de bal, en dat is op de helft van de tegenstander. Dat is met behoorlijk grote ruimtes in de rug. Dus dat betekent dat je vooral in balbezit zuiniger moet zijn. En dat je in balbezit initiatief moet nemen. En dat je in balbezit niet op de meest onmogelijke momenten een eindpaas wil geven. Het was heel slordig. Dus als wij gaan kijken naar hetgene waar we heel graag in willen spelen, waar we absoluut ook kwaliteiten voor hebben, dan heb je vanavond geen goede wedstrijd gespeeld. Maar je hebt wel een goed resultaat gehaald. En uiteindelijk, als je de hele slechte wint, dan kan je daar wel iets positiefs uithalen. En nogmaals, ik probeer altijd dingen te schetsen zoals ze zijn. Wat goed is, is goed. En wat minder goed is, ga ik ook aangeven. Vandaag hebben we met z'n allen gewonnen. Maar we hebben met z'n allen, dus ook inclusief ik, de staf, hebben we niet zo goed gespeeld. Also important, Vitesse's first clean sheet. Oh, I didn't think about this. It's important, yeah. As many clean sheets as possible. It's very good for us. This is one of our goals to make, I think, like, I say because we talk about like 14 clean sheets or something like this, that will be a team that it's hard to play against. Heb je dat in de rust nog proberen iets om te zetten of te veranderen? Nou ja, dit was de eerste keer bij deze club dat ik iets feller reageerde als dat ik normaal doe, ja. Je wisselde ook. Mitchell kwam in de ploeg, ook een snelle buitenspeler. Was dat ook om meer druk te zetten nog op Roda? Nou, ik koos voor Nathan, maar het had ook Milot kunnen zijn. Ik vind ook dat Nathan en Milot, maar dat geldt voor heel de ploeg. We hebben gewoon te weinig laten zien en dan maak je een keuze. Nou, je weet van Mitchell, die kan wel eens wat extra brengen. Nou, je weet ook van Rashica kan goed uit de voeten. Aan de andere kant, als hij naar binnen komt, had hij ook een paar schoten. Dus dat zijn zaken waar je op een gegeven moment voor gaat kiezen om de wedstrijd te beïnvloeden. Niets meer, niets minder. Op een gegeven moment is het lang 1-0. Toen dacht ik 3 minuten voor tijd ongeveer, toen die bal voor de voeten kwam, dan wordt het toch nog 1-1. Dacht je dat ook? Nogmaals, ik denk dat we heel blij moeten zijn met de 3 punten. We hebben er keihard voor gewerkt. Het was niet goed. En ik denk dat we op het einde ook hier en daar wel goed wegkwamen. Yeah, they got a big chance to the post. And even in the field, when I saw this, my underwear drop, you know, like this. But at the end, they didn't score. And we managed to keep it. And I'm so happy. Tot slot, vandaag stond Sharon Jeni aan de aftrap ten koste van de Vakko. Waarom die keuze? Ik heb tegen de hele groep in het algemeen gezegd. Wij willen spelen op de Vitesse, in de Vitesse cultuur. Bij die speelwijze hoort heel veel, confidence. Heel veel vertrouwen. Je moet initiatief nemen. Maar je moet ook energie geven, weet je. Dus soms moet je kapot werken in hetgene waar je goed in bent. Dus mijn aanvallers die moeten variëren, die moeten sprints maken, de diepte in, die moeten aan de bal komen. Hetzelfde geldt voor de middenvelders en voor de verdedigers. Alleen dan moet je kiezen tussen een aantal mensen. En dit keer heb ik gekozen voor Vakko niet. Maar het had na de wedstrijd van Aden ook nog wel meerdere kunnen zijn, hoor. En na vandaag helemaal. Maar de gedachte erachter is om mensen te triggeren. Want ze kunnen uitstekend voetballen, allemaal. Ja, Vakko zeker. En nogmaals, ik ga niet verder erop in, omdat ik, behalve de blik, ook data heb waar ik over kan beschikken. En jullie als journalisten, heel veel journalisten, die kijken naar de wedstrijd, die kijken naar de uitslag. En die komen dan met een bepaalde logica
die ik met data kan weerleggen. Maar ik ga dat niet doen, omdat ik geen informatie van mijn spelers, die wil ik met mijn spelers delen. Maar ik wil wel heel duidelijk zijn dat het meerder hadden kunnen zijn na de vorige wedstrijd. Goed, conclusie, niet goed, wel de 3 punten. We zijn heel blij met die 3 punten.